Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Parktheater Eindhoven. In 1984 stal Danny de Munk als Siske de Rat de harten van het Nederlandse publiek. In 2007 ging de gelijknamige musical in première en had lovende recensies. Nu kruipt Danny de Munk nog eenmaal in de huid van straatschoffie Siske. Hiermee neemt hij afscheid van de rol van zijn leven in een volledige nieuwe productie van de musical Siske de Rat, de musical. Deze laat niet alleen het filmverhaal herleven, maar laat ook zien hoe het Siske vergaat als volwassen man. De muziek is van Henny Vrienten, van 4 tot en met 9 april in Eindhoven. 3 totaal verschillende dames met 1 overeenkomst. Ze werken in een fastfoodrestaurant terwijl ze op leeftijd zijn. Doen ze dat voor de gezelligheid, om bij de tijd te blijven, of is hier iets heel anders aan de hand? En waarom wordt het filiaal waar deze dames werken zo ongekend populair? De voorstelling Gouden Ouwe is een gloednieuwe vrolijke komedie met een serieuze ondertoon over de positie van ouderen in onze maatschappij en het grijze plafond. Trudy Labij, Ingeborg Elsevier en Carrie Terfse samen op het podium weten met hun jarenlange ervaring moeiteloos het publiek de lach te ontlokken. Op 5 april te zien in Parktheater Eindhoven. Een stel grote planken en een handvol oranje gasflessen. Meer heeft het Franse gezelschap Cirque in Extremisten niet nodig om een spannende voorstelling neer te zetten. 3 mannen gaan met gecontroleerde roekeloosheid heel ver in hun evenwichtscapriolen. Een voorstelling over de wet van de zwaartekracht. Extremités van Cirque in Extremisten. Op 11 april te zien in Eindhoven. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op www.parktheater.nl.